Nee, SS is alle beesten aan het voeren. We hebben ook honger, Esther. Pak schoon je dat raam kapot. Dit soort reacties krijg ik dus. Oh, eten. Nou, Della gaat helemaal alleen van de glijbaan. Hey! Kijk, dat klopt. Goedemorgen. Ilai was net wakker en die riep gelijk na. De Stelwan is gelijk bij hem in bedje gesprongen. En wij worden lekker wakker vanuit ons vakantiehuisje. We gaan vandaag weer een lekker dagje hebben, hè, op vakantie. Ja. Wat wil je vandaag gaan doen? We gaan naar zwemmen. Wil je zwemmen? Ja. Nou, we gaan in ieder geval een leuk dagje nemen en we nemen iedereen weer gezellig. Nee, Esther is alle beesten aan het voeren. We hebben ook honger, hoor, Esther. Kom, mondje open dan. Nee. Hier eentjes zijn ook gekomen. Heerlijk is het om zo wakker te worden. Hè? Heerlijk. Nou, wij gaan even lekker buiten lopen. We hebben gedoucht, we hebben gegeten, het zonnetje schijnt, we hebben de vogeltjes gevoerd. Dus wij gaan even lekker een rondje lopen in de buurt. Nou, wij zijn weer even lekker in ons huisje en Ilai is even een dutje aan het doen, want die doet natuurlijk nog gewoon een middagdutje. En San is met Delwan buiten, of tenminste volgens mij zag ik ze net hierheen lopen. Of ze zijn met water, ik kom terug, met waterballonnen, want die had ik de vorige keer gekocht. Ik krijg het ook niet kapot. Straks gooi je dat raam kapot, joh. Straks gaat die raam kapot. Gelukkig, ze zien dat helpt is water. Nou, wat vind ik hier? Waarom gaat hij niet? Nee, dat is de enige die kapot gaat. Alles kan kapot. Nou, kom, ga nog weer maken. Nou, zo lekker hier. Ik weet niet of we het altijd hadden gezegd voor de kijkers, hè? Wat? Het zit hier helemaal vol. Oh, wacht, ik weet waarom die donker is. Wacht, kijk. Ja. 1, 2. Kijk, ik moest even aan een knopje draaien, nu is het iets lichter. Nee, ja, veel Duitsers. Ik weet niet of het gezegd hadden, maar je zit helemaal vol Duitsers. Zo dan. Ik ben wat aan het vertellen. Ja, hallo. Duitsland. Nee. Ah, oh, wacht, waar is die insectending? Ik ga die pakken voor jou, ja? Kijk, deze hadden we vorige keer gekocht. Dat hebben jullie in de vlog gezien. Dan is normaal gesproken een beetje bang voor beestjes. Maar kijk, hiermee kunnen we hem vangen. Ja. Doe hem wel met het netje, want je hebt ook zo'n pincet. Dat is toch wel super zielig. Oh, hij kan vliegen. Oh. Zie je dit? Dit soort reacties krijg ik dus. Oh, wat een schatje. Hij is dus een beetje bang voor insecten. Kom, zal ik even insect vangen voor jou? Hier, doe jij het maar. En nu naar beneden. Ja. Zachtjes. Dan snel het ding erop. Charlie bet mij. Charlie bet mij. En dan? Kijk, ja, nu kan ik niet schudden. Oké, dit is dus echt geen succes. Nee. Oh, hij zit er nog in. Hij zit nog in. Nee, ik schrok ook. Ja, maar zo maak je een kind juist maar. Kijk. Ja, maar kijk, hij kan er niet uit nu, schat. Oh, maar goed, kijk, hij heeft ook ogen en voetjes. Kijk, hier kunnen we volgen, kijk. Oh ja, oeh. Ik krijg gewoon kriebels hiervan. Nou, we zijn weer bij de diertjes beland. Gisteren was het donker, maar nu zijn ze in het licht. Oh. Maar kijk, deze schildpad dan. Zo leuk. En deze vis. Oh, dan komen ze weer. Oh, ze zijn gewoon lekker aan het vliegen of zo. Kijk dan. Oeh, kijk dan. Zo grappig. Oh. Hey, volgen ze dan? Ja, dat kan ook. De versieren ze ook daar. Ja. Ja.
alles. We doen de hokey-kokey. Dit is voor de kinderen links, Olly, snap je? Wij zijn weer in de crib en we gaan even lekker eten. Ik heb macaroni gemaakt. Ja, dan gaan we zwemmen. Ja, we gaan straks zwemmen. Ja, we gaan eerst even lekker eten. Nou, wij zijn ready om te zwemmen. Salo met deze mooie tas. Zo, jij gaat door het hele park lopen met die roze. Ja. Ja. Als je vrouwen en kinderen. Zal ik jullie vertellen waarom? We hebben de GoPro meegenomen. Hij was verantwoordelijk voor het inpakken van de elektronica. Zit er geen geheugenkaart in de GoPro en hij is het statief vergeten. Daar kwam eerst achter, toen de geheugenkaart. Ik wou een leuk filmpje maken bij het zwembad, maar sorry. Dus we echt kunnen, ja, ik neem deze... Alweer sorry, ik ben weer wat vergeten. Ja, wat kan ik eraan doen? Maar... Alleen positief blijven. Zo hard gillen, joh. Ik neem in ieder geval deze vlogcamera wel mee, maar goed, we kunnen niet onder water filmen met deze camera. Dit is gewoon de vlogcamera. Ook niet in de glijbanen. Nee, je gaat een hele zwemvlog verpesten. Maar mijn broertje die komt deze dagen ook. Dus misschien dat ik nog kan regelen dat hij een geheugenkaartje eventjes koopt en meeneemt. Dus dan kunnen we alsnog een zwemvlogje gaan maken. We gaan het zien. Wij gaan in ieder geval zwemmen. En ik hoop dat we wat leuke beelden kunnen schieten. Klaar voor om te zwemmen? Kijk naar je naveltje. Met je mooie zwemvest, hè? En Eli. Oh. Kijk dat dikke buikie. Klaar voor? We zwemmen, ja! Nou, ik ben even met Eli een chipje eten, want Eli is ontzettend wild in het water. Hij gaat alle kanten op, hij sparkelt, hij springt. Vindt Eli leuk? Dus Sarah is even rustig met Deborah in het grote bad. En dan kan hij even lekker wat eten. Dan kan Deborah rustig zwemmen, want jij bent echt een boefje, hè? Eli? Zelfs de badjuffrouw zegt dat tegen jou, hè? Ja, hij is echt wild, niet te geloven. Maar goed, we gaan even lekker eten. Nou, Deborah die is geslet. Voor het eerst van deze glijbaan geweest. Hij durfde dan al nooit mee, maar Sarah heeft het net weer even geduwd. Ga maar, ja. Dus dat is wel weer een overwinning. Nee, want ik ben er net steeds laag, maar dat ding is zo vet. Die gaat dus helemaal vol. Duurt eigenlijk ongeveer 10 minuten. En dan splasht echt de hele boel naar beneden. De eerste keer hadden we echt zoiets van wow. Maar het is wel leuk. Maar je weet niet wanneer die gaat. Dat is het lastige. Dus je moet net geluk hebben. Maar goed, ze gaan nu even van de glijbaan. Je moet ook gewoon opletten dat er niet opeens iets naar beneden valt. Je moet ook opletten dat er niet opeens iets naar beneden valt. Je wordt hier gewoon nat, klaar. Dat is gewoon, ja, die is helemaal weg. Nou, Della gaat helemaal alleen van de glijbaan. Kijk hem dan. Grote jongen, kijk hem dan, joh. En durft hij... Eerst durft hij er niet af en nu gaat hij dus gewoon helemaal alleen. Ja, bizar. Hij is nog gewoon voortvinken. Geef hem dan op. Dan gaat even wachten, hè? Ja, daar komt hij hoor. Hey, goed zo! Ja, goed gedaan, lieverd. Kijk, daar komt hij.
laten hier ook alleen gaan, maar woehoe! Goed zo! Goed gedaan! Zo, we zijn weer lekker in ons huisje geploft. Even kijken, Devon is hier. We hebben gelukkig wel wat beelden kunnen maken met deze camera. Maar we gaan sowieso de GoPro regelen. We gaan deze week nog een keer zwemmen. En dan hebben we ook oppas voor de kinderen. Dus dan gaan we ook even van het glijbaan af. Want we hebben wat leuke glijbanen gezien. Dus dan gaan we even een leuk zwemvlogje maken. We gaan even lekker nu nog wat eten. En dan de kinderen lekker douchen. Slapen en dan lekker klaarmaken voor morgen een nieuw dagje. En morgen hebben we wat leuks. Inderdaad, we hebben morgen wat leuks. Dus check het morgen. 7 uur staat een nieuwe vlog online. Bedankt voor het kijken. En wat zeggen we dan, Debra? Wat een leuke vlog. Duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal. Auf Wiedersehen!